Michel en Elena. En Leneke zeggen wij. En ze zijn nu 50 jaar? 50 jaar getrouwd. En dat een plezant koppel is, uitvindelijk. Ja. De volgende straat rechtover ben ik. Een vrouw ken ik beter, hè? Ja, wel, ja. Daar zit ik al eens mee op de bus. Dat hij altijd op dingen op de Nesso gewerkt heeft. Hè. Ja. En mijn zoon die werkt er ook. Dat is een goede dag en die zijn altijd vriendelijk. Ze zijn al lang, 50 jaar uit al, hè? Ik ben al 56 jaar. Jij al 56 jaar getrouwd? Dat is wat anders. Hè. Ik werd naast het jaar 80. Ah, godverdomme. Dan ga ik u ook een keer komen filmen. Bedankt. Salut, hè. Ja. Ben je al 50 jaar getrouwd, ja. Michel? Ja, en Helene? En wat is het nu? Ah ja, want we hebben allemaal een briefje in de bus gehad. Toch, Michel heeft bij ons nog geen muziek gespeeld van jullie vroeger jaren. Ah, en hoe lang kenden ze zo al? Ik? Ah, uit 50 jaar, uit 50 jaar. Van sinds dat getrouwd zijn? Ja. En dat voelde al, want hij was nog niet getrouwd dat hij muziek speelde bij ons. Als ik de maandag er iets plezant kan van vertellen, van Michel, ja, dat zou altijd goed over je gekomen hebben. Ik heb je gekend als kind, maar ja. Ja, ik heb die goed gekend. Want uw zus heeft ook bij ons gewerkt in de tijd. Zeker. Dat zit altijd als een toffe, want die springt naar in voor de NSB. Hè. Dat staat altijd een keer per maand gewoon die korte. Ja, en dat is gelijk de laatste zondag van de maand. Ja, maar en als ze dan geen volk genoeg hebben, dan springt die baan. Voor de kaarten of voor de kaarten? Een kaarten, ja. Bieren is dat geloof ik. Ja, dat is wel. Als je niet gemotig is, dan scheelt dan doet het maand als het nog eens gemakkelijk koopt, dat weet ik. Jawel, moet uw hand ook een keer in beeld komen? Dat is geen gewoon hondje, hè? Is het een kwaaie? Ja, moet je met z'n goed in de oren. En ze daren verder, Zo is de knappe. Ja, het is geen gewoon, hè? Ze wilde gewoon presenteren, ze kijkt ze. Ja, maar die keer gewoon, ga je kind, ik weet het. Hè. Het is eigenlijk de noot van mijn zoon, hè? Mijn zoon is dat tegen. Alleen uw zuster, die wil ze juist net verstoren, dat is een zuster van haar, Julia, hè? Ja. Die ouders, gaan we het er dan ook zeker niet. Ik weet niet wat dat wanneer zijn tred gewoond heeft. De twee oude vader, die hebben altijd met de ouders gewoond. Ja. Van Helene. En mijn broer, die werd er dan ook door de Martijnmeersman. Ah, ja. En dan moest ik oud geweest. Ja, ik weet dat hij op het Keethof geboren is. Ja. Hij is op het Keethof geboren. Zij in de Broekstraat, en daar heb ik er ook opgeschreven, zei hij altijd met Madeleineke gekokt. En weet je wat ze ook opgericht heeft? De Rode Valken, hè? En Michel, daar heb ik opgeschreven dat we... Dat is ook als je van een computerkrak. Ja. Wij zijn me van 42 ook. Wij gaan altijd koffie drinken. Met de ploeg, natuurlijk, ja, ik zoek nog veel meer. Er zijn mannen die met uur geboren zijn, die zullen het ook nog beter weten. Ik ben 20 jaar en ja, yeah, ik heb die mensen hier al weten wonen. Ja. Heel sympathieke mensen. Ja. Ja, maar je hebt toch de moeite gepakt om het gewoon te versieren? Oh ja, voor wat niet? Ja. Voor wat niet? Zijn we dat gevraagd? Dus ja, dan doen we dat, hè. Dat is goed. In de gazette. Je bent terug, hè? Ik heb niet, maar het is knap, het is goed. Ja, dan... Zij is er altijd gewoond. Zij is Werpelmonde, Urman is ook Werpelmonde geboren. Er zijn twee kinderen. Dus hele gewone, de slimme, die heeft al vader gebracht, de jongen. Hij zit een dochter, hij zit dus allemaal de roek lekker wil er volgen. De jongen heet Rudy, het masker heet Christel. Toffe mensen. Proficiat voor de buren. Voilà.
kijk, jij kent dat van computer. Ja, Michel ook. Ja. Michel ook, ja. Dat ook het jaar. Ja, bij mij wordt ze niet. Oké, doe het. Zeg, Orly, maar dan moeten we wel een computer hebben. Ja, maar anders bij de kinderen niet zo te kijken. Dank u. Juist mee dus te wasrijk om mijn moeder. En zei dat je dat niet direct getrokken in 1962. Oh, wat dat is. Ik doe het dus. Dat is een amai. Over mij is als je dat niet. Is dat voor mij niet? Ja, ja, voilà. Dat is dat vind ik ook de dapste, hè. Ja, ze kwam er nog op tv misschien. Ja, dus kwam. Ja, je zit al gelijk. Je zit gelijk anders tegen de just. Je zit tien jaar jongen. Mijn tante, hoe lang kende die al? Van dat ik geboren zijn, hè? Van bij mijn geboorte. Wat dus, dat is toch wel iets curieus, hè? Van 50 jaar samen. Een zus van mijn vader, hè? Die heeft twee kleine Marcel. We gaan een keer een bende beroemde kruibekenaren maken. Kan er maar bij. Maar de buren zijn ook nog thuis. Ja, ja, wel. Laat ze maar komen. 52 jaar. Wie zijn dat? De buren hier wat verder. De buren hier wat verder. Ja. Ik ben daar 87. Ja? En we zijn hier gekomen, geloof ik, waar ik 42. Dat is 45 jaar geleden. Oh, ik heb die maar leren kennen van dat ik hier gekomen ben. Ah, maar hé, Elaine Rondeus, je was hier, hè? Het zijn goede buren. Proficiat, Elaine Michel. Ja, oké. Okay.